Neusje van zijn vader, hoor. Ja, ik herken ook wel van zijn grootvader. Ja. Meneer, mevrouw, de gasten. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, oh, dit is top. Ik zei het toch, het wordt vast een jongen. En ik had gelijk, oh, wat is dat mooi, zeg. En hoe heet hij dan? Hij is allemaal Lil of heet het toch? Hij is toch wel vernoemd? Hey, doe toch even rustig. Wat moeten ze wel niet van je denken? En wat moet die meneer wel niet van jou denken? Ja, wie is die meneer eigenlijk? Mag ik me even voorstellen? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Reuwert Arend Blink, landbouwer van beroep. En ik mocht getuige zijn van de geboorte van de kleine Rudolf. Dus u bent een boer? Maar wel een herenboer. Wat inhoudt dat hij wel geld en land heeft, maar nog geen vrouw. Het is goed je weer te zien, Reuwert. Dank je. En nu is het tijd voor de cadeaus. Kijk, lieve Aleida. Het is een rinkelbel. Daar kun je de boze geesten mee verjagen. Ah, wat ontzettend lief van je. Dank je wel. Graag gedaan. En van mij krijg je twee broden. Want het is een jongen en het is om de goede geesten te eren die je zo goed door de bevalling hebben geholpen. Kijk, alsjeblieft. Ah, heel lief. Dank je wel. En ik heb een gedicht voor jullie geschreven. Je zult vast moeten lachen, want het gaat over jullie. Nou ja, jullie drie. Het is echt leuk. Ben je ook nog een blank gedicht voor te gaan dragen? Ja, sorry. Het is ook allemaal zo spannend. Oké. Toen het kindje op de wereld kwam, al uit zijn donkere hoekje, toen dronken de vrienden wijnkandeel en ze wonden het kind in het doekje. Toen het kindje op de wereld kwam, al uit zijn donkere hoekje, toen had het nog geen hemdje aan, ja zelfs geen onderbroekje. Baker, baker, rep je wat, dat het kindje geen kou vat. Want zijn zoete papaatje en zijn lieve mamaatje wilden het zo graag houden. Ah, wat lief. Dankjewel, Anzieke. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de cadeaus. En zoals Hendrika in haar geweldige gedicht al aangaf, is het nu tijd voor kandeel. Oh, heerlijk. Lekker. Ja, hij is toch allemaal goed gekomen met de bevalling. Ja, gelukkig wel. Ja. Nou ja, we hadden ook een ontzettend goede baakster, hoor. Ja, die heeft heel goed werk gedaan, hè? Dat zei ik al. Dat was een goede tip. Ja, Jazeker. Hartstikke mooi. We kunnen ook haar ook iedereen aanbevelen. Ja. Dank wel. En je hebt weer je mooie parels om. Ja, het mag weer, hè? Ja, zeker. Ik ben heel blij om, hoor. Dat ik gewoon weer uit bed mag en zo. Op de kleine Rudolf. Santé. Santé. Het is wel lekker, zegt dat kandeel. Ik lust er nog wel wat, hoor. Ja, heerlijk is dit. En dat mag vast wel van het kleine Rudolfje. Hè? Biep, 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 biep. Ah, Leida, mag ik hem dan nog even vasthouden? En ik dan, wanneer mag ik hem een zoentje geven? Wat doen jullie toch allemaal? Rudolf moet slapen. Rudolf heeft rust nodig. En wij en jullie ook. Dan gaan wij op huis aan. Ik wil nog wel even zeggen dat de baakster wel iets extra verdiend heeft, hè? Ja. Kom, dames, we gaan naar huis. Oké, goedenavond. Fijne avond. Ik ga ook maar. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.